Hi. Ik heb goed nieuws. Ik val met de deur in huis, want de shirts, ik heb ze allemaal goedkoper gemaakt, jongens. De shirts uit mijn webshop waren 44,95. Ik denk, dat is veel te veel voor een t-shirt. Ik heb ooit in mijn hoofd 34,95 bedacht. Ik had waarschijnlijk haast. Dus ik heb gewoon alle t-shirts blijvend in prijs verlaagd. Mocht je al een shirt gekocht hebben, van de nieuwe collectie dan bedoel ik, hè. Vorige week, stuur dan even een mailtje met je ordernummer. Dan laat ik mijn collega het verschil aan je terugstorten. Ja, ik denk een t-shirt. Ik weet wel dat jullie allemaal een kortingscode hebben. Maar de mensen op Insta hebben natuurlijk geen kortingscode. Dus dan is 44,95 natuurlijk super duur. Zoals ik gisteren al zei, want ik ben hier eigenlijk gewoon nu met een extra video. He, dat doe ik natuurlijk een klein beetje ook expres, omdat ik vorige week een aantal video's heb gemist vanwege de nare week. Ik probeer het weer op te pakken, ik probeer vrolijke dingen te maken. Maar er zijn toch een paar BN'ers die mij echt heel zwaar moet onder de nagels vandaan zitten te halen. What the fuck, Thijs Reumer. Wat denk je dat je aan het doen bent? Ik ga je zo meteen de juice vertellen, oké? Tot in de details. Maar eerst wil ik je eventjes heel snel vertellen wat ik vandaag aan heb. Je zag het net al. Een shirt uit de nieuwe collectie. Dit zijn glittertjes. Leuk, hè? Vandaag heb ik alleen een heel dun klein boxchain kettingje om van 40 centimeter. Ik heb deze ook in 50 centimeter, maar van deze is 40. Aan dit kettingje hang ik meestal de gummy bears. Maar ik dacht misschien ook wel een keer leuk om zo minimal te dragen. En verder draag ik vandaag de Moonstuds in het tweede gaatje. En in het eerste gaatje draag ik de Falling Star oorbellen. Super cute. Alle oorbellen natuurlijk in 14 karaat goud en echt zilver verkrijgbaar. En verder draag ik vandaag de Halo ring. Dat is eigenlijk het allereerste item wat ik ooit heb ontworpen van mijn eigen sieradenlijn. Mocht je het leuk vinden, ga dan naar de site lifeofyvonne.nl. En vergeet zeker de kortingscode niet. YouTube20 voor 20% korting. Oké. Echt joh, het is af en toe, dan denk ik, je moet denk ik gewoon een narcist zijn om een BN'er te zijn ofzo. Echt, je moet jezelf echt zo fucking hoog hebben zitten. Ik weet gewoon af en toe niet meer waar ze het vandaan halen. Hoezo stijgt het zo naar je hoofd dat je denkt, nou, dit is wel echt een hele leuke tweet. Ik zit natuurlijk helemaal niet meer op Twitter. Dus ik zit even vanochtend de Mediacorant te scrollen. En ik zie, die hebben dat dus opgepakt. Ik zie dus die tweet van Thijs Reumer. Nou, ik zal hem er even bij pakken. Komt-ie. Ik snap dat idee van een aanslag op de journalistiek. Maar vond die paar dagen zonder RTL Boulevard best verfrissend. Ik snap dat idee van een aanslag op de journalistiek. Sorry? Iemand wordt neergeschoten en zegt van, ik snap het idee, maar het was wel even relax zonder RTL Boulevard. What the fuck? Ben jij niet goed of zo? Peter neergeschoten, studio wordt bedreigd, heel het Leidseplein ontruimd. Alleen maar bedreigd door een raketwerper bijvoorbeeld, door narcoterroristen. Nee joh, ik begrijp het idee wel. Maar zo lekker rustig zonder RTL Boulevard? Zo. Weet je wat het is toen ik dit zag? Ik moest natuurlijk meteen denken aan die andere tweets. Hij staat erom bekend dat hij gewoon af en toe echt lijp debiele dingen twittert. Gewoon echt. Zo heeft hij bijvoorbeeld vorig jaar, weet je wel, vorig jaar maart 2020. Was best wel even een soort van hele spannende maand. Toen corona in ons land kwam. En Robert Jensen begon op dat moment met zijn eigen. Hij heeft natuurlijk zo'n show, hè, de Jensen Show. Had hij op YouTube, is nu inmiddels op zijn eigen site. Trouwens, heel veel respect voor de manier waarop hij dit heeft aangepakt. Dat wou ik even zeggen, want ik heb echt best wel respect voor hem als ondernemer. Robert begon dus dingen uit te zoeken over corona op het internet. En fucking Thijs Reumer heeft toen getweet. Soms is het zo onbegrijpelijk dat COVID-19 de dikke krenten niet uit de pap pikt. Wauw, wat ben jij voor iemand? Ik weet echt nog hoe het was toen hij dit postte. Het was echt... Het kwam echt over alsof hij gewoon de Robert Jensen eigenlijk doodwenste op Twitter. Sorry, maar op dat moment was COVID-19 zo'n beladen iets. Het is natuurlijk nog steeds, maar ook zo onbekend.
We hadden allemaal geen idee van hoe dodelijk is het precies. En iedereen zat eigenlijk een soort van in maart toch wel vorig jaar een beetje bang binnen van wat is dit eigenlijk allemaal? En hoe is dit een soort ebola en hoe besmettelijk is het? Weet je, dus op dat moment was het zwaar beladen dat hij zoiets zei. Ik vind het nu nog steeds niet kunnen hoor, daar niet van. Maar dit interpreteer ik als een doodswens. Sorry dat ik zo... Maar het is gewoon wel zo. En ook dat je nog even zegt de dikke krent uit het pad. Nog even zeggen dat hij dik is. Oké, bitch. Je vindt jezelf natuurlijk echt ontzettend knap of zo. What the fuck? Weet je wat het is? Ik dacht een soort van dat jij best wel aardig was of zo. Of best wel oké. Ik dacht ook altijd wel wat een goed uitziende vent of zo. Maar wat ben jij walgelijk? Weet je wat? Iemands uiterlijk is ook niet alles hoor. Veel mensen vinden jou misschien op het eerste gezicht knap. Maar kijk even naar dit. Luister. Als ik in een lift sta... En dit komt mijn lift inlopen, dan ga ik eruit. Dit is fucking eng hoor. Hoe die gozer uit zijn ogen kijkt, best wel creepy man. Zeg ik eerlijk, lijkt wel een beetje een psycho man, eerlijk. Misschien denk je nu van, wow, Yves gaat er echt met een gestrekt been in. Dat komt eigenlijk omdat ik deze hele gozer niet echt kende. Ja, wel eens van een Nederlandse film of zo, weet ik veel. Ja, voor mijn gevoel is hij gewoon zo'n Costa-acteur, weet je wel. Ik heb even opgezocht, maar hij heeft niet Costa gespeeld. Maar zo vibe heb ik er gewoon van. Helemaal niks mis mee, precies. Vinden we hartstikke leuk. Vooral niet denken dat je een of andere Oscar-waardige acteur bent. Hou op, schrei uit alsjeblieft. Maar nooit een mening over gehad. Tot in 2014... Hij iets shockings heeft getwitterd. En dit was dus in de tijd dat Geert Wilders... Moet ik even opzoeken of dat waar is. Want ik ga nou, volgens mij wel. Geert Wilders minder. Wanneer was dit? 2014, ja. Dit was in de tijd dat Geert Wilders dus die uitspraak deed. Minder Marokkanen. En los van deze inhoud kwam de volgende tweet echt... Teenkrommend, Volkert, waar ben je als je land je nodig heeft? Waar is Volkert? Volkert, geen idee waar die is. Volkert is in fucking jail. Oké, Volkert is in jail. Nu niet meer, maar toen wel. Ik hoop dat ik je niet hoef te herinneren, maar Volkert was dus de moordenaar, is de moordenaar van Pim Fortuyn. Daarom twijfel ik dus geen moment over die COVID-opmerking, omdat dit dus ook gewoon een verkapte doodswens is. Ik begrijp dat het soms uit emotie kan voortkomen dat je denkt, kan hem wel vermoorden die persoon. Wie dan ook, je buurvrouw, je baas, je collega of zo, weet ik veel, of je partner. Maar dat is dan een moment en dat meen je ook eigenlijk niet echt. Alleen, wie gaat er op Twitter zetten, Volkert, waar ben je als je land je nodig? First of all, praat niet voor mij. Ik woon ook in jouw land. En dan nog, ik ben gewoon een soort van... Ben je acteur? Ja, sorry. Oh, dit vindt hij erg dat ik dit zeg. Hij vindt zichzelf namelijk een hele goede acteur. Hij heeft namelijk gezegd in, ik geloof de Playboy, zal ik het even snel zoeken. Heeft hij gezegd dat hij zichzelf in de top 10 ziet van beste acteurs van Nederland. Nou, weet je wat het is? Ik ken hem later van Moordvrouw, weet je wel. Ja, ik kan er niet naar kijken. Moordvrouw met Wendy van Dijk, dat is... Ik heb zo juice daarover, ga ik zo vertellen. Maar Moordvrouw is een soort goede tijden. Snap je? Baantje is nog beter gespeeld dan Moordvrouw. Het is echt... Nee, dit is echt niet, dit is niet goed. Nou, het is hartstikke leuk entertainment. Volgens mij was het best wel een succesvolle, leuke show. Nou, hoe maar eens voor de gein even Moordvrouw op YouTube typen en dan scène erachter. Ja, ik heb dat even gedaan net. Sorry, ja, ik wou... Sorry. Nee. Deze mening deel ik niet. Maar hoe kwam ik erop? Oh ja, dat hij het erg vindt dat ik acteur zeg. Acteur. Je werkt gewoon als acteur. Ik snap dat je het soms leuk vindt om dingen te delen op Twitter of zo, maar... Zoiets heftigs, dat ga je toch niet posten? Ben je niet goed of zo? Ja, je gaat toch niet een doodswens op Twitter zetten? Is toch ook... Je wilt toch helemaal niet dat mensen denken van... Wat is dit voor een imbeciel? Of snap je het zelf niet dat mensen dat vinden? Want toen ik vanochtend die tweets ging posten op mijn stories... Kreeg ik allemaal mensen van...
the fuck, ik dacht dat hij heel aardig was of dat hij heel leuk was. Weet je, ik kreeg zelfs een acteur in mijn DM van, is een grapje dit, neem ik aan. Ik zeg, nee hoor. Anyway, dat was niet het enige. In 2016, dit weet ik dus ook nog, toen ging Albert Verlinde weg bij RTL Boulevard. Hij stopte ermee. En toen heeft Thijs dus getwitterd, ik ga Albert Verlinde op tv missen als een hersentumor. Namelijk helemaal niet. Dit zeg je toch niet? Die sport niet hoor, deze vent. Die is niet goed. Nee. Wat? Waar heb jij last van? Heb jij een laag zelfbeeld of zo? Dat, of ben je bang dat je niet opvalt? Of, want ik denk, je bent een beetje een basic bitch, zeg maar. Je blendt heel erg in. Thijs Reumer is een soort van de basic bitch onder de acteurs. Van, hij is niet super goed, is ook niet echt super slecht. Hij ziet er wel goed uit, maar is niet super lekker of zo. Weet je wel wat ik bedoel? Ik denk dat hij een soort van geldingsdrang heeft of zo. Van, ik ga gewoon echt bizarre dingen zeggen op Twitter. Dat? Of hij is een maximale geflipte drugsverslaafd of zo. Ja, geen idee. Hij heeft ook rare dingen gezegd over dat hij zoveel drugs draait. Dat hij heel veel snuift. En ik weet niet waarom hij dat heel leuk vindt om aan ons te vertellen. Hij houdt denk ik van shockeren of zo. Luister, kijk naar dit. Kritiek op Thijs Reumers drugsadvies voor 14-plussers. RTL 4 acteur, dat is ook wel grappig. Thijs Reumer krijgt veel kritiek op zijn uitspraken over drugs in mannenblad Playboy. Dat meldde de SBS 6 rubriek Shownieuws vrijdagavond in het openingsitem. Dit is al oud hoor, dit is denk ik het, weet ik veel, een paar jaar geleden of zo. Reumer komt er al geruime tijd openlijk voor uit dat hij drugs gebruikt en beantwoordt in Playboy dan ook de vraag wanneer hij voor het laatst drugs heeft gebruikt. Hij zegt afgelopen vrijdag op een feestje, ecstasy en MDMA, heerlijk. Dat is een fantastische combinatie. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Iedereen boven de 14 jaar. Jij weet dit. Jij weet dit. Jij doet het expres. Hij heeft gewoon angst to blend in syndroom. Fear of being nobody of zo syndroom. Dat heb ik nu het leven ingeroepen. Oké. Okay. Geldingsdrang. Ja, geldingsdrang noemen we dat maar in het Nederlands. Bizarre shit. Verder heb ik ook echt... Oh, ik heb echt bizarre verhalen over hem. En hij was natuurlijk de ex van Katja Schuurman. We waren ook getrouwd. En wilde dingen deden die mensen samen. Het is echt bizar. Uiteindelijk zijn ze dus gescheiden. Of tenminste, ja, ze lagen in scheiding. Ik weet nog dat hij ook is vreemd gegaan met zo'n... Ja, dat hij wel vaker vreemd ging, maar... Ging zo vreemd toen, toen de tijd met zo'n meisje van zo'n agent of zo, van zo'n managementbureau. En toen is dat meisje daarna ontslagen. Dat weet ik nog, dat kwam in de media. Vervolgens was hij dus een soort van, oh ja, toen had hij een huis in een stad of zo gehuurd. Die hij afwisselde met Katja. Ze hebben natuurlijk samen een dochtertje. En in die tijd speelde die dus in Moordvrouw en samen met Wendy van Dijk. Oh mijn god, nu komt de juice. Wendy is natuurlijk getrouwd met Erland Galjaard. En Erland was heel lang de zenderbaas van RTL 4. Die dus ook het programma Moordvrouw op de buis bracht. Het schijnt dat Thijs Reumer ontzettend vaak in die villa van hun is blijven pitten. Hij heeft zelfs zijn eigen logeerkamer daar gekregen. En dat was dan onder het mom van ja, de opnames lopen best wel vaak uit. Dus dan is het wel handig als ik hier blijf slapen. Erland, denk bord voor zijn kop of zo, maar geen idee. Die heeft het ook altijd ontkend. Het gerucht gaat wel extreem, en dat weet echt iedereen, in Medialand dan bedoel ik, en inmiddels volgens mij ook gewoon iedereen, maar dat Thijs en Wendy, dat zij in dat kamertje seks hadden en dat Erland daar gewoon boven sliep in de slaapkamer. Oh my god, juice. Juice. Thijs kwam natuurlijk dus zodanig vaak over de vloer dat hij ook een hele vriendschapsband met Erland. Ja, dat lijkt me echt. Stel dat je gewoon iemands vrouw doet. En dat je dan 's ochtends een koffietje drinkt met haar man aan de keukentafel. Kapot lijp, joh. Wat ik wou zeggen, de vriendschap tussen Erland en Thijs was zodanig dat Thijs dus
in een creatief regisseur werkt bij RTL Productions. Terwijl het enige wat hij ooit geregisseerd heeft is een verfilming van zijn eigen boek. Wat een rukboek is. Sorry, ik heb het niet gelezen. Maar stond op internet dat het echt een flop van een boek is. En dat het boek was zodanig helemaal niet interessant. Dat het heel erg vreemd is dat het daarna verfilmd mocht worden. Voor tv. Dat Erland dat dus goed heeft gevonden. Van ja, doe maar. Dus hij is ontzettend daarvoor getrokken. En vriendjespolitiek daar allemaal. Ja, de verfilming was natuurlijk ook een blamage. Verder... Wat hij daar als creatief regisseur heeft uitgevreten. Geen idee. Waarschijnlijk kreeg hij gewoon stond hij op de payroll of zo. En heeft hij er niet zoveel voor gedaan. Zo gaan die dingen, jongens. In een interview is toen gevraagd van, doe je dat eigenlijk nog steeds? Nee, dat werkt niet meer. Oh, oké. Volgens mij is de band inmiddels zwaar bekoeld. Wat voor juice heb ik nog meer? Oh ja, hij is natuurlijk nu getrouwd met Igoné. Hij had altijd een ontzettend wild seksleven, drugs, van alles met Katja Schuurman. Die lust er zeg maar ook wel pap van. Orgies, sorry. Nou, en dan ga je dus scheiden en dan ga je dus opnieuw trouwen met zo'n ontzettende tegengestelde vrouw. Igoné, de ex-ballerine. Wat ik overigens wel een ontzettend leuke vrouw vind. Volgens mij is ze heel oprecht en integer. En ik ken haar eigenlijk niet echt goed. Maar ik ken haar nog van, hoe heet het programma ook weer? Zij was geloof ik ook jurylid bij Dance Dance Dance. Ik googelde net ook even. En toen zag ik ook zo'n interview dat Igoné deed. Zo van, ik kan zelf ook niet echt begrijpen dat Thijs mij wil. Want ja, Katja is zo het tegenovergestelde van wat ik ben. Zij is natuurlijk helemaal skinny en... Ja, ballerien, weet je. Katja is natuurlijk een wulpse, curvy, ja, gekke meid. Oh, daar heb ik echt verhalen over die meid. Oh, er komt nog wel een keer, hoor. Even kijken of ze nog een keer in de juice komt. En dan, dan zal ik het met jullie delen. Maar goed, ze heeft dus in de media heel openlijk gedeeld dat ze dus best wel onzeker wordt van... Het feit dat hij met haar gaat en zo. En volgens mij heeft ze hem ook echt zwaar hoog zitten. En aanbidt ze hem zeg maar een beetje. Maar ik vind... ik weet niet, een paar van die tweets. En dan denk ik al van wauw. Ik weet niet, ik vind het een beetje een eennek. Schijnt dus dat hij ook een van de producenten is van Mokro Mafia. Het is natuurlijk onwijs succesvolle serie. Dus hij zal hier en daar wel wat coins hebben gepakt. By the way heeft hij nu trouwens wel die tweet verwijderd hoor. Moet je nou echt eerst feedback krijgen van wauw, dit kan gewoon echt niet wat je nu post voordat je het verwijdert? Of ik vind het altijd zo arrogant. Dat heb ik met Onze toch ook en met Ruud. Die hebben dat al gepost en dan oeps, het ontploft. En dan verwijderen ze het en Thijs verwijdert het. Maar er komt niet even een sorry of zo. Just like it never happened. Ik vind het echt zo arro. Ben je ook nog vader van een kind? Nou... Goeie voorbeeld wel gegeven hoor. Ik snap dat idee van een aanslag op de journalistiek. Thijs heeft zo'n groot ego. Ik ga deze video echt niet trekken, denk ik. Dus ik hoop dat hij het ziet. Lekker voor je. Nou, bedankt voor het kijken. Allemaal, jullie natuurlijk niet Thijs, maar Thijs ook. Maar jullie allemaal. Thanks voor het kijken. En vergeet zeker niet te shoppen op mijn site. Lifeofyvonne.nl samen met de kortingscode YouTube20. Ik ga weer even door met de juicy stories op Insta. En ik zie je heel graag. Ja, ik hoop morgen als het juice is. Ik ga het wel proberen. Morgen in de video. En anders weer donderdag of vrijdag. Tot dan!